De nieuwe Mitsubishi Spacestar zit met zijn vanafprijs van €8.790 heel erg dicht in de buurt van auto's als de Toyota Aygo of de Citroën C1. Alleen, hij is fors groter. Zou dat komen omdat hij in boeddhistisch lage lonenland Thailand wordt gemaakt? We gaan het uitvinden. Wat vormgeving betreft is hij niet spectaculair. Hij ziet er wat gewoontjes uit. Een echte no-nonsense auto. Maar redelijk groot is deze vierdeur Spacestar wel. Hij is 371 cm lang en 167 cm breed. Toch valt hij wat prijs betreft weer in de klasse waar auto's als de Toyota Aygo en de Fiat Panda het voor het zeggen hebben. En dan de ruimte. Voor mijn benen meer dan voldoende ruimte. En hetzelfde geldt voor mijn hoofd. Hoofdruimte te over zelfs. Achterin zittende, zelfde laken en pak. Meer dan voldoende beenruimte en ook hier hoofdruimte te over. Verder wemelt het van de bakjes en de vakjes, dus je kan van allerlei kleine spulletjes kwijt. En wat ik zelf heel handig vind, ook als je achterin zit, kun je lekker je kopje koffie kwijt. En dan de achterbak. 235 liter groot. Niet al te royaal, maar als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je deze leuningen in twee ongelijke delen wegklappen. Hier in het vooronder huist een 1 liter driecilindertje. Die is goed voor 71 pk, maar die pk's komen pas los bij 6000 toeren per minuut. En het maximale koppel komt pas bij 5000 helemaal los. Dat betekent dat je die auto wel fors op toeren moet houden om nog een beetje op te schieten. Eigenlijk begint die pas na 3000 toeren een beetje tot leven te komen. Dus hij vraagt wel wat van je. Er is trouwens ook een 1,2 liter leverbaar en die is goed voor 81 pk als je wat meer vermogen wil. En dan de cijfers. Van 0 tot 100 km per uur doet hij volgens de fabriek in 13,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 172 km per uur. Maar daar valt op zich wel mee te leven. Hoewel niet super verfijnd, rijdt die Spacestar eigenlijk best wel lekker. De besturing is een beetje aan de lichte kant en een tikje vaag om de middenstand, maar ik kan er goed mee leven. Verder staat het veercomfort nog op een redelijk niveau. En de wegligging? Die is oké. Alleen in snel genomen bochten helpt hij wel wat over, maar vervelend wordt het allemaal niet. We maken vaak met die drie cilindertjes mee dat de fabrikant een verbruik opgeeft van 1 op 23 en dat we dan hooguit 1 op 13 of 1 op 14 halen. Mitsubishi zegt dat deze 1 op 25 moet kunnen rijden. Wij halen 1 op 18 en dat vinden wij eigenlijk een heel erg goed resultaat. Zeker als je bedenkt dat we toch behoorlijk vlot doorrijden met die auto. Dus als je er een boeddhistische rijstijl op nahoudt, kun je gemakkelijk 1 op 20 rijden met deze Spacestar. Deze Mitsubishi Spacestar is een lekkere ruime auto die bovendien zeer zuinig met de brandstof omgaat. Ondanks het feit dat het driecilindertje er behoorlijk aan moet trekken. Verder is deze Spacestar netjes geprijsd. Je hebt hem al voor nog geen €9.000. Nu is dit een Intense uitvoering, die is een stuk completer en die kost €11.490. Ik denk dat die Spacestar Mitsubishi echt een duwtje in de rug kan geven.